Goedemorgen. Goedemorgen. We draaien vandaag de laatste opnames. Ja, echt laatste zo aflevering. Jammer. Ja, echt. Maar we gaan knallen. We gaan echt knallen. Echt een hele mooie aflevering. Je moet een gilletje uitslaan als ik jou zie. Ah! Oh mijn god. Yes! Kiek? Dit is nu de allerlaatste draaidag. Wat vond je eigenlijk van je eerste draaidag? Eerste draaidag vond ik heel moeilijk. Ik moest heel erg wennen. Ik vond het wel heel gezellig. Maar het is heel raar dat je opeens in een programma zit en dat je dan... Je bent het niet gewend, zeg maar. Wat vond jij de spannendste aflevering? Een aflevering die ik heb gedraaid in Texel. Maar meer mag ik niet zeggen. Wat vond jij de leukste scène? Dat ik een telefoon in het water mocht gooien. Een echte. Was het een echte telefoon? Een echte. Oh, jezus. En ik had maar één kans om het goed te doen. Het was gelukkig gelukt. One taker. De heftigste scène om te spelen in dit seizoen was een scène waarin ik heel boos moest worden op Selma. Ik vond dat heel heftig, omdat de boosheid die erbij kwam kijken, was voor mijn gevoel echt. Ja, ik hoop dat je dat terugziet. Wat? Hallo. Heb jij zoenscènes gehad? Ik heb één zoenscène gehad. Dat was ook aan het begin van de opnamedagen. Dus dat is helemaal toppie. Het is echt heel raar, want je kent die persoon niet met wie je zoenscène gaat doen. En dan is het opeens, je hebt de scène, oké, jullie moeten zoenen. Het is niet helemaal zoenen. Het is nee, het is net zoenen. Zo... Het is gewoon... Zo is het. We zijn dadelijk aan de beurt, maar eerst nog even bij Mattie hier, let's go. Let's go, elke keer eindig je op een oh, maar ik weet niet of ik door moet gaan met die flow. Dus ik zeg iets anders en ik verander elke keer en ik zeg zomaar wat anders. Daar gaan we weer. Oké, nu. Yo, wat lachen jullie nou? Wij zijn veel beter dan jullie, dan doen jullie zo, yo. Ik ga even aan mijn twee favoriete jongens vragen wat ze het meest gaan missen aan brugklas. Jou. En wat ga jij het meest missen aan brugklas? Oh, chicks. Nee, wat ga je, even serieus, wat ga je mis aan brugklas? Ik ga alles missen, denk ik. Want dit is gewoon een gezellige boel hier, zie je dat? Cutie. You ruined the lot. Wat ga je het meest missen aan brugklas? De mensen, de sfeer. Ja. Yeah. Gewoon alles, denk ik. We zitten in het college, joh. Yay! We mogen niet veel zeggen, maar veld. Je gaat het heel moeilijk krijgen dit seizoen. Heel moeilijk. Dit seizoen is er een dingetje met Leidekker. Ja, ze is namelijk best wel lang en heel erg ziek. In het volgende seizoen kan je heel veel ruzie gaan verwachten tussen Bo en haar moeder. Dus kijken. Wat kan je allemaal verwachten van Kim? Kim is een heel ingewikkeld meisje, want ze heeft heel veel problemen thuis. Haar leven is gewoon ingewikkeld. Ze is best wel vrolijk meestal hoor. Ze is wel heel arrogant. Ook een beetje verlegen. Want we hebben samen een... En dan met je voor... Nee, mag me niet zeggen. Oh nee. Ja, ik zal niet zeggen, ik zei het toch, maar ik denk het mooi wel. Wat jullie van Joy kunnen verwachten is heel brutaal. Ze zegt wat ze vindt. Maakt niet uit wat het is, ze zegt het gewoon. Ze heeft ook een andere kant, dat is echt heel erg gepest. En ze heeft een hele moeilijke thuissituatie. Maar op een gegeven moment krijgt ze wel meer vrienden. Joy redt het wel. Dus eventjes over Ramzi. Ramzi is een grappige jongen, je houdt wel van een uitdaging. Hij is gewoon een hele lastige jongen, maar dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Hij kan heel erg lief zijn, tegelijkertijd kan hij ook gewoon heel bot zijn. Nou, ik denk wel dat jullie het leuk gaan vinden om naar Ramzi te kijken, als ik eerlijk moet zijn. Selma gaat best wel veranderen. Maar misschien verwacht je het niet helemaal van Selma, omdat het gaat om de liefde. Vorig jaar dacht je natuurlijk dat het best wel goed ging, gewoon met Mats en met alles. En dan komt dit seizoen en denk je, wat? Ja, dat is eigenlijk alles wat ik hier mag vertellen. Oké, dit seizoen gaat het misschien lijken dat ik en Ramzi, dus Saber, niet zo goed samen kunnen werken. Maar in feite zijn wij beste vrienden. Ah, vrienden. Ja! Jongens, we hebben heel slecht nieuws. We zijn bij de laatste scène aangekomen. We gaan lekker op het laatst. Zeker! Yeah. Laatste testie, laatste volste testie van seizoen 5. 3, 2, 1. Geen camera! It's a. It's a.
Nee, ga ik niet. Dat ga ik niet. Gaat niet emotioneel worden? Camera uit, dames en heren, het is wat emotioneel.